Was Asruiders van ND Alliance met Riek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Return of the Opera Din. De vorige keer hebben we een aantal mensen gevonden. De eerste groep mensen die op dit schip zijn overleden. En nu gaan we verder. Eigenlijk de laatste groep mensen die zijn overleden. Er ligt hier nog iemand in dit bed. Laten we die bekijken. Maar de laatste groep mensen die zijn overleden. Aangezien deze mensen aan het einde van de tijd zijn overleden. Martin. Oké. Okay. Deze persoon is waarschijnlijk de second mate, aangezien hij aan de andere kant staat van waar de persoon of waar de kapitein staat. Dit is een vrouw die in het bed ligt en die is duidelijk gekild door een vallende paal. Het lijkt mij eerder dat deze persoon neergemapt is met een vallende paal door een kraken, lijkt het wel. Die zit. Iemand met een hoedje. Dit is een crew guy. Deze persoon lijkt mij ook flink dood. Oké, dit is de persoon in kwestie die vermoord is. Die op een later moment vermoord is. Dit is ook iemand met een hoedje. Dit is een andere crewmate. Wie is dit? Oh, mag ik niet meer zien. Fuck. Anyway. Ik hoop dat jullie een beetje van Murder Mysteries houden. Ik ben echt een groot fan van Murder Mysteries. En ik vind deze game erom echt heel erg ziek. Ik vind het jammer dat er niet meer van zulke soort games zijn. Ja, LA Noir lijkt me ook nog wel leuk om een keer te proberen. Alleen ik weet niet of dat echt, zeg maar... Ik weet niet precies hoe die game werkt. Ik heb er voor de rest niet zo super veel van gehoord. Ik heb er een aantal dingen van gezien dat je dingen kan determinen op basis van... gezichtsuitdrukkingen. Anyway, zij praten over... laten we eerst even zeggen waar ze dood op ging. Door rigging. Oké. Zij wou haar... Wat zei ze nou weer? Dat kunnen we hier als goed zien. Martin. Martin, where is the captain? Oké, dus zij vroeg aan Martin. Dat is dus waarschijnlijk de persoon die hier zo stond. Als jullie mijn pijltje kunnen zien. Rechts van die vrouw, die om wil. Dus, ik moet even niezen. Oké, dus Martin Perel is de persoon die naast haar stond, denk ik. Of er moeten nog andere Martins zijn. Ziet er in ieder geval niet uit. Niet naar uit, nee. Oké, anyway. Dit is dus de vrouw van Witherall. Dus dat is deze. Ik denk dat we het goed hebben. Well done. 3 fates correct. Abigail Huskett Witherall passenger was crushed by a falling rigging. William Huskett was shot by with a gun. And the captain shot himself. 1, 2, 3. Done. Dat zijn de eerste 3 mensen die wij hebben, of de eerste 3 moorden die wij hebben opgelost. Oké. Oh, het is de persoon die is opgegeten of in 2 is gebroken. Laten we die zijn fate eens bekijken. Oké. Guide me. Oké, dus de klok laat ons ook, of stuurt ons ook kant op als dat nodig is. Laten we deze persoon zijn fate proberen te ontrafelen. Die klinkt behoorlijk dood. Holy shit. Oh wow, die is uit elkaar getrokken door een kraken. Auw. Holy ow.
Deze guy gooide zijn wapen weg. Dat lijkt me nou ook niet een beetje verstandige... Oh, hij gooide hem naar hier toe. Is dat een geit? Wat is dit? Deze persoon ziet er ook behoorlijk dood uit. Wie is dit? Oké. Okay. Dat is ook een mate. Daar zijn een paar mensen die waarschijnlijk dood gaan. Waar de fuck? Ik kan ze niet bekijken. Maar er zijn drie man die in een boot zaten die dood gingen. Maar die guy is aan elkaar getrokken door een kraken. Of wat ik eigenlijk alleen maar kan denken dat het een kraken is. Oké. Okay. Wie is dit en hoe is hij overleden? Hij is overleden doordat hij uit elkaar is getrokken door een kraken. Torn apart. By a beast? Denk ik. Maar wie het is, daar kunnen we, ja, de game zegt dat we erachter kunnen komen, maar ik denk dat dat niet zo is. Hij is in ieder geval aan elkaar getrokken. En hier kunnen we zien wie de mensen in kwestie zijn. En wie we al hebben opgelost. Kunnen we ook als goed zien. Even wachten hoor, ik wil even kijken of dit echt goed te zien is. Of dat je nog meer mensen kan vinden, zeg maar. Oké, okay, anyway. Met dat gezegd te hebben. We hebben nog iemand hier die dood is gegaan. En ik denk dat dat de persoon is die hier ligt, ja. Oké. Okay. Ik denk dat hij ook is geramd door dit ding. Waarvan ik ga het gewoon een kraken noemen, want de situatie kraken. Lijntje, waar ga je helemaal heen? Er zit ook een zekere vorm van elegantie in de manier waarop, zeg maar, de korpsen gepresenteerd worden. Wat ergens ook wel interessant is. Zoals ik al zei, de artstijl van de game maakt de game ook wel een stuk interessanter. Oké. Okay. Oh. Oké, okay, die vent is gewoon letterlijk opgeblazen. Oké. Okay. Dat is een manier om te dealen met het probleem. Even kijken. Oké, okay, dit is de persoon die net uit elkaar is getrokken. Wie is dit? Die is die... Oké, okay, dus die guy... Nee, die guy gooide niet. Die gooide die bom. Oh, hier gaat ook iemand dood. Die valt de zee in. Die lijkt maar uit de lucht te komen. Dus die lijkt mij een soort van... Hoe zeg je dat? Opletter of weet ik veel wat. Iemand die in de crow's nest zit. Wie ben jij? Maar wie gooide die bom? Of wie gooide, of wie maakte de explosie gebeuren, of wie zorgde ervoor dat de explosie gebeurde. Dat heb ik zo snel niet uit kunnen vinden. Weet in ieder geval dat deze persoon, dood is gegaan door een explosion. Exploded. Oké. Okay. Maar wie het is, daar kunnen we nog niet achter komen. En wie hem heeft vermoord, ook niet. Ik denk dat onze beste bet momenteel is om uit te vinden wie de persoon met die tattoos is die uit elkaar is getrokken. Oké. Okay. Oh, we kunnen naar beneden. Oké, okay. Let's go. Oké. Okay. Kanonnen.
Heel veel kanonnen. Meer kanonnen. Kanonnen, kanonnen, kanonnen. En hier hebben we een dooie. En daar hebben we iets wat kapot is. Laten we eerst deze maar doen. Auw. Oké, die is dus gecrushed door een kanon. Wie het is, weten we niet. Maar hij is wel gecrushed door een kanon. Dit gebeurde tegelijkertijd met het moment dat de Kraken kwam, denk ik. Want deze mensen lagen half op de trap. Het belangrijke is van deze game dat je zeg maar uitvindt hoe dingen gebeuren in synchronische of synchronische volgorde. Is dat het goede woord? Deze persoon is ook gecrushed door een kanon. En deze persoon zei watch out, denk ik. Die man ziet er schots of klonk als een schot. Deze man staat naast een guy die letterlijk fucking onthoofd is. Damn. Oké. Oké, wie is het? Hoe is hij doodgegaan? Nou, het lijkt me vrij logisch dat deze guy gecrushed is door een kanon. We hebben waarschijnlijk meerdere mensen hier die dood zijn gegaan. Deze persoon is dood. En er ligt er hier ook nog één. Ergens. Daar. Maar die kunnen we niet doen, dus het lijkt mij dat we deze moeten doen. Zo gaat deze game een beetje door. Dus je komt steeds dieper in het verhaal. En steeds dieper in de war met wat de fuck er allemaal aan de hand is hier. Hoe de fuck? Dit ziet er best kapot uit. Iemand had het even moeten repareren ofzo. Midden in een Kraken gevecht, weet je wel. Hoi wel gast, repareer het even, wil je? Let's go! Huh? Ik zie me de tyfus, man. Dan zeg ik de game design en de manier van geluid en zo. Zorgt ervoor dat alles best wel threatening klinkt. Diffuse. Oké. Hey, die is dood. Oké, die is dus. Een Kraken pakt in het kanon. Terwijl het kanon afging, denk ik. Ik denk dat dat is wat er gebeurde. Ja, zij probeerden het kanon te stoppen, alleen. En wie dit is, dat weten we nou nog steeds niet. Maar hij stak het kanon af. En deze guy is er door neergeknald. Maar wie de fuck zijn dit? We hebben nog steeds niet echt een idee wie de mensen zijn. Oké. Zijn er nog andere mensen hier die dood zijn? Oh. Ja hoor, we hebben er nog een wonder. Oké, er zijn twee mensen die dood zijn gegaan. Ik heb maar één gezien. Deze persoon in ieder geval neergeknald door een kanon. Oh nee, exploded. Exploded. Maar wie dit is? Is dat deze persoon? Wie is de tweede persoon die is dichtgehaald? Deze. Nee. Jij. Nee, dat is waarschijnlijk of een van de mensen die. Wie is de persoon die we nog moeten vinden? Deze. Ik ben even op zoek naar die persoon, nog even een seconde, want dat is uiteraard wel belangrijk. Het is niet deze man. Het is niet deze man. Waar de fuck is de tweede man?
Jij bent het toch echt niet, hè? Nee. Toch? Nee. Nee, want dat is de persoon die hier zit. Die moeten we hier uitvinden. Maar dan zeg ik, waar de fuck is die tweede? Die heb ik helemaal niet gevonden. Even kijken. Die moet ik straks nog maar eens even bekijken, denk ik. Of ik kan hem nu nog bekijken. Tenminste zo. In de hoop dat ik kan vinden wie de fucker dood is gegaan. Of hoe die is dood gegaan. Ik ga even nog even kijken. Even kijken. Ja. Zou die hier binnen zitten? Oké, hier is de manier om naar buiten te komen. Het zou misschien wel kunnen dat hij daar achter in dat hoek zit. Deze persoon in ieder geval niet. Deze persoon ook niet. Deze persoon ook niet. Deze persoon ook niet. Het lijkt mij dat de enige plek waar die kan zitten, daar binnen is. Even kijken op tapper. We kunnen niet uitvinden wie dit is ook. Als jullie hem zien, zeg het even waar hij zit, want dan kunnen we de volgende keer misschien kijken. Hij zit ook niet in de hand van een van die kraken. Misschien kunnen we erachter komen van wie dit hutje is en dan uitvinden wie of wie het is. Anyway, gaan de volgende keer gaan we verder kijken naar filmpjes van mensen hoe ze zijn overleden en dan op basis daarvan uitvinden waar ze of hoe ze dood zijn gegaan. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. Dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij de aflevering van Return of the Overton. See ya.